Het eerste onderdeel is vaten tillen. We beginnen met een gewicht van 70 kilo. Maar dat is niet hetzelfde als gewoon gewicht heffen, let u wel. Omdat het zand en het water uiteraard door de beweging van het vat gaan rollen en op zichzelf voor gewichtsverplaatsing gaan zorgen. Dat kan dus die deelnemer uit balans brengen. De eerste deelnemer is deze Rob Waals met 70 kilo. U ziet dat op het vat staan. Kom op, Rob. En dan heb ik 2 seconden naar boven. Neer roept dan Piet van der Kruk. En dan is die poging goed. Het was de eerste en de laatste poging van deze Rob Waals. Dit is Louis van Hamersveld. U hoort het. Hij heeft 80 kilogram in het vat. En nu uitstoten. En dan 2 seconden. 80 kilo voor Van Hamersveld. Ook hij kwam niet verder. En dit is Jan Woutsma uit Ruurlo. 90 kilogram. Tegen die buik moet hij oprollen. Zo ja. En dan naar boven. Dat is moeilijk. Uitstoten, wankelen en neer in Piet van der Kruk. Toch goed voor Jan Woutsma, 90 kilogram. Jacques Ruhl, de kogelstoter. De lange man. Hij moet dat vat natuurlijk ver naar boven brengen. Kom op, Jacques. Kom op. Af en Jacques. Rustig aan. Juist. Ja. Op de nek, dat kan ook. En dan uitstoten. Ah, problemen. En toch weer. 90 kilo is genoeg, zegt Jacques Ruhl. Hij geeft op. Zeer verstandig, want dat kan je je rug kosten natuurlijk. Dit is Erik Dokter, Mr. Holland. Opnieuw 90 kilo. Ja, ook een goede poging. Ook deze Erik Dokter kwam niet verder. En dit is Rob Nuy, bijgenaamd de Tiller. Opnieuw 90 kilogram. Kost hem niet zoveel moeite, maar hij zou het ook bij die 90 kilogram moeten laten, deze Rob Nuy. Maar kijk, voor de borststekker, dat ben ik al gewend. Dat doe ik misschien wel met 125 ook. Het uitdrukken, daar zit ik even mee. In hoeverre oefent een worstelaar nou met gewicht? Nou, zelf train ik haast nooit met gewichten. Nee, dat is niet ook zo. Nee, echt. Serieus. Ik heb zwaar werk in het transport. Dan zit ik ook wel met die vaten te worstelen. Nog 2 mensen in de race. We zijn inmiddels alweer aangeland bij 110 kilo. U kijkt naar Huub van Hek uit Amsterdam. En nogmaals, dat is karakter. Ja. En een goede poging. Huub van Hek. 110 kilo, let u wel. Tweede man in de race wordt Gerard Dupri uit Egmond aan Zee. Dat is deze man. Hij begon pas te tillen bij 90. Toen vond hij het pas leuk. Denken we dan even, dames en heren, dat in het vermaarde Guinness Book of Records dit wereldrecord vaten tillen staat op 115. En u ziet dit Gerard Dupri doen bij 110. Dan wordt het nu interessant, u weet dat. Huub van Hek met 120 kilo. Dat zou dus verbetering kunnen zijn van het wereldrecord. Als hij dat haalde. Ja. Ja, die laat hem liggen. Een tweede plaats voor Huub van Hek. Tenminste, als Gerard Dupri zal slagen 120 kilo. Concentratie. En dan dit. Met gemak blijkt het wel. 120 kilo, de man die het deed, deze Gerard Dupri. Dat leek een peulenschilletje voor je 120 kilogram.
Nou, het is zwaar genoeg. Het is zwaarder dan mijn geld. Je gezicht glimt inderdaad van voldoening en trots. Je hebt zomaar wat gewicht overgeslagen. Is het toch wel een beetje het resultaat van het powerlift wat je zelf bedrijft? Ja, zeer zeker. Oefenen. Oefening baat kunst. Fout trainen. Maakt het je uit of er bier of water in zit of is dat zo? Als je bier in zat, had ik hem meestal uitgedronken. Huub van Hek, gefeliciteerd met jouw tweede plaats. Ja. Je hebt er alles aan gedaan, dat zag ik. Maar jouw leermeester Dupri was je voor, hè? Ja, zeker. Ja, daarom ben ik ook niet verder gegaan met die 120 kilo, want dat had totaal helemaal geen zin. Daar rolde me over zijn buik en gooide het over de biscuitjes, zo die zin ook. Dus ik had er helemaal maar. Ik vond 110 vond ik mooi. Normaal gesproken krijg ik het met een gewicht niet in auto. Was staan met een fout. Een tevreden Huub van Hek dus met een geslaagde 110 kilogram poging. Wel, en dan zijn dus de eerste punten verdeeld. Laten we eens even nalopen, dan weet u tegelijk de waarderingen voor alle onderdelen. Gerard Dupri 8, Huub van Hek 7, Robert Nuijen 6, Erik Dokter 5, Sjaak Ruul 4, Jan Woutsma 3, Louis van Hamersveld 2 en Rob Waals 1 punt. Bij het volgende onderdeel, dames en heren. I'll be back.